Hallo leuke lieve mensen, welkom bij deze speciale aflevering in deze achtbaan of pretparkweek, zo kunnen we het eigenlijk wel noemen. En we gaan gewoon iets heel leuks doen in Rollercoaster 3. We gaan namelijk een losse attractie bouwen en we gaan kijken hoe ver we komen. Ik heb wel wat dingen voorgebouwd, maar wat ik heb gebouwd, dat laat je gewoon zo zien. Oké, people, let's go to work. En zoals je weet heb ik natuurlijk dit heb ik gemaakt en dit zijn een aantal structures. Zeg ik het goed? Ik laat het zien, dit zijn aangepaste constructies, zo noem je het in Nederlands. Heel erg gay, maar ja, dat maakt niet uit. En dit zijn allemaal dingen die mensen hebben gebouwd. En ik heb die pack gedownload. En dat kan gewoon gratis, dat maakt niet uit. En hier zitten dus drie verschillende packs hier. Of drie verschillende stukken station. Als ik er eentje aanklik kan je het zien. Als ik hem inlaat, dan zie je inderdaad dat... dit heb ik hier geplaatst. Of even draaien. Kan je het precies zien? Zie je het? Dat heb ik daar neergezet. Je zou het nog daar kunnen neerzetten. Dus dit is eigenlijk gewoon neergezet en klaar. Ik heb de wachtrij heb ik wel eigenlijk hier doorheen gebouwd. Kijk, moet het wel realistisch worden. Dit kan op zich wel twee poorten. Maar je gaat dus... hier is de ingang en dit is de uitgang. Waar dat mannetje staat is dus de ingang. Je gaat dus eigenlijk... dit moet ook weg. Dan weet je precies hoe je moet lopen. Zo, dan ga je hierheen, dan ga je onderdoor, ga je naar achter. Maak je een slalom, ga je onder dit gebouwtje door. Je gaat langs dit gebouwtje met een kleine verhoging die ik er wel heb toegevoegd laten. En hier is het begin. Nou, pleintje, dat deugt nog even niet. Het gaat echt om de attractie. En ik heb gekozen voor een beetje een Wild West themaatje, zoals je ziet. Beetje middeleeuws en Wild West. En daarin hoor je natuurlijk ook een elektronisch mijntreintje. En zo ziet het eruit. En hij gaat natuurlijk nu crashen, dus ik doe hem uit. Hij gaat elektronisch, dus dat betekent dat er eigenlijk al een vaart in zit vanaf het begin. Het leek me leuk om iets te thematiseren met een paar rotsen erbij en gewoon een complete attractie te maken. Gewoon hartstikke gezellig. Nou, het lijkt me natuurlijk leuk als we hier al een bocht maken. Ik zal trouwens het in-game geluid aanzetten. Ik had het uitgezet. Zo, kijk. Nu hebben we alweer het ouderwetse Rollercoaster Tycoon geluid. Ik doe ook gelijk een testfase, zoals je kijkt hoe dat achtbaantje loopt, zeg maar. Ik maak het karretje wel langerder. Kijk, het kan echt een heel lange mijntrein worden. Ik vind dat eigenlijk wel wat gezelliger bij de attractie. Kan ik ook 9? Nee, 8 is max. Zoals je ziet gaat hij nog niet hard. Maar hij gaat wel steeds harder als het goed is. Even kijken hoor, kan ik dit maken zo? Hij heeft nog niet echt een vaart. Ik weet niet of ik dat moet instellen. Snelheid. Hij mag echt wel wat sneller. Kan hij maar 20 km per uur? Zo langzaam? Oké, ik hoop het niet. Kijk, nu gaat hij wel wat sneller. Houdt wel lekker vaart in. Maar dit is dus elektronisch. Dit gaat via elektronische manier. Dus als het goed is ga je ook niet echt hard hier bij dit stuk. Ik denk dat we voor iets anders gaan kiezen. Dit zit er niet in. Dit zit er niet in. Ik ga dit doen. Maar deze achtbaan is het gewoon even niet. Ik ga toch door de ouderwetse achtbaan met mijn treintjes. Dat is beter. Zo, ik plaats hem hier en er komt ineens licht binnen. Weg licht! Je verpest mijn opname. Stom licht. Licht is goed voor je, zeggen we altijd maar. We gaan dus even een ingang en uitgang maken voordat we verder gaan bouwen. Hier was de... Ja, zo was het. Oké. Heel apart, want meestal doe je rechts de ingang en links de uitgang. Maar dit is andersom een keer. Dit is dus weer anders. Want dit is gewoon de enige echte mijntrein. Ik maak hem wel lekker lang. Want dat vind ik wel... Ja, dat vind ik echt gezellig. En nou gaan we een layoutje maken. Kijk, nou, dit ziet er heel schön uit, vind ik. En waarom kunnen we niet over de daken heen? Even kijken, gaat hij over de daken heen? Ja, hij gaat er wel overheen. Oh, mooi zo. Ik zou hem nog... Hij raakt voor mij net niet het dak. Nou, ja, bijna. Kan op zich wel. De
Vind ik trouwens wel heel schattig dat hij zo gelijk een bocht maakt. Ik weet niet, ik vind dat heerlijk om te zien. Kijk, hij vertrekt al lekker snel ook van het perron. Hij gaat al echt best wel hard hoor, moet je kijken joh. Ik vind dat we hem best wel hoog mogen maken, want hoe hoger, hoe langer de rit gaat duren natuurlijk. Misschien kunnen we een hele gave berg maken hier. Het is wel heel lastig bouwen in een berg, dat moet ik je wel zeggen. Maar wel gaaf. Want dit doet me wel echt denken aan de Big Thunder Mountain. Jullie kennen die attractie wel, denk ik. Dat moet wel. Dus mag je je keihard gaan schamen. Gewoon even kijken hoe dit eruit ziet, want hij gaat best wel zacht. Ik weet niet of hij het gaat halen, want het is ja, best wel een flinke kar. Oh, dit wordt allemaal krapjes hoor. Of hij dat gaat halen, weet ik niet. Dit kan wel op zich. Ik maak gewoon een simpel layoutje hoor. Ik ga wel mijn best doen natuurlijk. Beloof niks. Kijk hoe dit eruit gaat zien. Of hij dit gaat halen. Want je moet hem elke keer testen hè. Oh, dit is gaaf. Misschien leuk als hij in deze bocht al. Kijk, jij snapt wel wat je wil gaan doen. Oh, nee, terug. Dat je hem zo schuin houdt, zeg maar. Kijk, hier maakt hij een bocht. Zoiets, dat vind ik gaaf. Zo, dat hij een beetje schuin blijft, dat hij zo doorgaat. Ja, dat vind ik stoer. Het steile ga ik er niet in doen, denk ik. Ik vind tot nu toe wel een heel aparte baan, zo. Ik vind het wel wat hebben. Ik vind het belangrijk bij zo'n achtbaan dat het vaartje erin blijft. En dat hebben heel veel achtbanen niet. Dat is juist zonde als je zo'n mooie mijntrein hebt, dan moet je juist zo'n vaartje erin houden. Dat is fantastisch. Zoals nu hier heb ik. Ik denk dat er wel een vaartje in blijft gaan. Dan moet er wel een treintje komen. Bijvoorbeeld. Zo, heb ik. Het ziet er wel leuk uit tot nu toe, toch? Dus we het een beetje thematiseren dadelijk natuurlijk. We moeten eerst met de layout beginnen. En die is lekker compact hier bij elkaar. Dat vind ik wel nice. We gaan even kijken hoe die gaat nu, de achtbaan. Hoog getakeld, nog niet heel snel, maar dit is ongeveer wel een hele relaxte snelheid om hem omhoog te takelen. Komt hij naar boven hier zo. Ja, hier gaat hij ook nog niet snel, dus ik denk als ik de toetakeling sneller doe, gaat hij natuurlijk ook wat sneller met het heuveltje. Oh, dan ga je schuin natuurlijk. Oh jee. Ja, ik heb ook het gevoel als ik zo'n achtbaan maak van hoe zou ik het voelen als ik die mensen was, weet je. Hoe zou ik hun het laten ervaren, die achtbaan? Ik denk dat dit de beste hoek is om de achtbaan even te bekijken. Hier gaat hij best wel hard hoor. Haalt hij het? Haalt hij het? Ja, haalt het wel. Gaat heel langzaam nu. Ik hoop dat hij wel wat snelheid toeneemt. Ja, er komt wat snelheid in. Hij gaat niet echt heel hard hè? Vindt ze het zo niet? Nee, maar gaat hij hard? Zo, ik maak hem lekker een beetje. Even kijken hoor.
Zo, dit vind ik al strak. Kan hij hier doorheen? Ik denk het zelf. Gaat hij hier doorheen? Nee, daar komt hij weer niet doorheen. Jammer dit. Jammer dit. Ze zijn erg comfortabel, hè, deze rijdt. Kijk, hij maakt wel lekker. Ja, hij maakt wel. Voor mij gaat hij wel. Ah, hij maakt wel wat vaart hoor. Alleen de ondersteuning verdwijnt nu massaal. Dat vind ik ook weer zoiets. Dat maakt het wel mooi, hè, de achtbaan. Laat ik hem hier zo doen. Dan is het ook op zich wel goed, toch? En hier doen we wat remmen. Dat doen we met blokremmen. Dus hij komt aan met... Nee, we doen met zulke remmen. Even kijken. Hij komt aan met 31 misschien. Dan gaat hij naar 26. Dan gaat hij naar 20. En dan verzachten we hem naar 13. Dan maken we een... bocht zo, dan nou gaat hij gewoon naar het einde toe. Misschien is het einde wel wat triest, vinden jullie, maar ja, sowieso gaan de achtbaan vaak ook, denk ik. Hè? Als het leuk thematiseren, dan komt het wel goed. Ik wil even in de achtbaan zitten, ik wil eerst de toetaking gaan we zo automatisch gewoon wat hoger doen. Want ja, de snelheidketting vind ik eigenlijk 12 kan op zich wel. Heeft hij wel een lekker vaartje. Ik wil er eigenlijk gelijk induiken als het kan. Nee, kan nog niet. We gaan gewoon naar de testrit. Kijken hoe die is. Excuus voor het harde geluid. Die gaan we waarschijnlijk dadelijk niet goed horen. Het valt voor mij nog best wel mee. Nou, dat ziet er leuk uit. Oh... Kan je naar beneden kijken? Leuk. Misschien kunnen we daar wat decoratie doen. Wel een lekker vaartje op zich. Familieattractie zou het wel kunnen worden hoor. Eigenlijk had hij nog hoger gemoeten, denk ik. En sowieso als we het karretje, denk ik wat korter maken, of het treintje wat korter, dan gaat hij ook wat sneller, volgens mij. Maar dit is gaaf ook. Maar dit vind ik wel gaaf, dat hij zo eronder door gaat en alles. Haalt hij het? Oh. Ja. Hij haalt het. Super. Super tol. Nou, dat is best wel een aardige achtbaan geworden, denk ik. De kleur mogen we niet over... moeten we niet over ouwen, want de kleur is natuurlijk zo ugly as hell. Die gaan we gelijk even aanpassen. Maak er een bruine baan van natuurlijk. Alles bruin het liefst. Donkerbruin. Huppakee. Ja, de karretjes zien er natuurlijk ook niet uit. Dat gaan we ook een beetje in de mijn achtbaan doen. Dus ik zeg... ja, zwart. Dit wit zou ook nog zwart kunnen. Zo. Ik vind het wel een heel aparte layout. Ik vind hem wel oké. Okay. Ja, ik ben wel tevreden over dit. Ik vind hem wel grappig. We gaan hier wat thematisatie over doen. Ik wil eigenlijk even opslaan voordat wij... En natuurlijk even los attractie 1, zo noem ik het gedeelte. Ik wil dus een beetje bergen en rotsen gaan gebruiken. En daarom ga ik eerst even hoge bergen maken. Ja, bergjes! Oh, dit is een hele grote berg, ik doe iets minder. Zo, ja, ietsje minder mag die. Zo, nog een beetje omheining eromheen maken zo. Zo, een beetje gebied maken zo. Het ligt ook in een gebied, hè, dit. We hebben het gewoon in een gebied zo. En dan maken we de achter. Dat is de truc. De achter maak je hem dan wat hoger. En ik zal zo laten zien hoe dat eruit ziet.
Dan heb je een soort van... ja, dat is heel apart. Dat is een soort 3D-laag heb je dan. Moet je daar maar eens kijken. Dat is heel apart. Laat zo wel zien waarom ik dat erachter maak. Maar die moet natuurlijk wat hoger worden dan, dan de laag die je ervoor hebt gedaan. En dan zie je daar effect. Kijk, dan zie je een beetje... Als je van hier kijkt, zie je het echt dat het... Ja, ligt het allemaal wat verder. Ik vind het wel gaaf. Ik wil het niet overal gaan doen. Ik wil wel hier een grotere berg maken. Sowieso hoeft het niet allemaal vlak te zijn hoor. Het mag best wel een beetje bubbelig zijn hoor. Zo, ik zal er niet te veel aan knoeien nog. Zo, hoppakee. In ieder geval maken we wel een beetje wildwest sfeertje. Dus ik zal de bergen wel een normale kleur geven, maar het mag wel een beetje bruinig zijn. Dus we gaan even grove laagjes aanbrengen aan de bergen. Zo, het mag wel over het algemeen een beetje bruinig worden. Brown Mountains, hè? Zo te noemen. Zo. En dan vergeet natuurlijk de achterlaagjes niet een beetje zo. Hoppakee, een klein beetje aan de achterkant. Hoppakee. Hier ook nog wat. Kijk, dat vind ik lelijk. Als je natuurlijk aan de buitenkant zit, dat zal ik zo laten zien nog. Dat is zo jammer als je aan de buitenkant bouwt. En je hebt, dan pak je net heel dat venster mee. Maak je heel dat veld pak je mee. Dat is zo lelijk. Dan pak ik ook nog de, ja, deze. Maar die is wel heel vloekend, denk ik hoor. Ja, dat is heel vloekend dit. Je zou een beetje dit erbij kunnen mengen hoor. Ja, het is een beetje. Je moet een beetje testen, hè. Want wat zou leuk bij elkaar passen, denk je. En ik denk dat dit zou ook nog wel een beetje kunnen, denk ik. Die kleur. Ja. Groen. Groen kan je er wel een beetje tussen mengen hoor. Zo. Nou, laten we ons bezighouden met de thematisatie. Dus ik ga wat rotsen pakken. En de rotsen pak ik uit mijn. Even kijken. Mensen moeten me weer lastig vallen op het forum. Doe je allemaal van die geluidjes weer. Hartstikke fijn. Mijn favoriete rotsen. Jullie kennen hem nou wel. De Canyon Grace. Die heeft ook een aantal canyon rotsen. En die heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Dat zijn een beetje deze dingen. Het ziet er niet uit aan de bovenkant. Dus ik ga ze ook niet gebruiken, zie ik nu. Maar we kunnen wel die grotere pakken. Die wat donkere deze. Ik denk dat we aardig wat leuks kunnen maken als we deze algemeen een beetje proberen te bouwen hier. Ik wil allemaal stenen maken, hè? Het is allemaal stenen, hè? Kijk hoor, moet ik uitkijken dat nu de achtbaan niet raakt. Dat is een beetje het probleem. Kijk hoor, raak ik de achtbaan? Nee, ik raak de achtbaan net niet met de stenen. Wauw, vet. Nou, dat is alleen maar vet. Daardoor wordt het wel heel erg awesome. En plaatsen onder de grond. Plaatsen ook wat stenen. Even kijken hoor. Even goed staan met mijn muis. We mogen niks raken. Dus echt heel voorzichtig mogen we die rots hier plaatsen. Tussen een beetje moet je dat doen. En hier kan je dat ook een paar tussen doen. Even kijken. Moet je hem wel heel diep in de grond steken. Dat is het nadeel. Dus we mogen er net wel een beetje bovenuit steken. Ik denk dat dit kan niet. Even kijken hoor. Het zou nog net kunnen dit. Nog net. Dan zou je die stenen hier ook wat erbij kunnen doen zo. En nog gaver zou zijn als het natuurlijk over stenen heen gaat. Dus als we een paar hoog doen. Ja, ik weet niet. Je moet echt alles controleren of de baan niet de stenen raakt. En dat doet hij hier dus wel in dit geval. Kijk hoor. Oh, ik klik mijn rollercoaster weg. En hier raakt hij hier. Hier raakt hij ook de baan. Vreselijk dit. Vervelend werk. Ik heb het heel zwaar. Oh, wacht even. Ik ga hem hier plaatsen. Probeer hem hier een beetje te plaatsen. Dit zou nog wel beter zijn, denk ik. Ja, hier raakt hij niks. Gaaf.
Ik weet dat dit niet de beste stenen set is die er is. Maar het is wel een, op zich wel een hele redelijke. Daar kan je wel wat leuks in maken. Ik vind het nou al wat beter uitzien al. We gaan de stenen een beetje verspreiden over... Het is jammer dat we niet... Ja, het is in de grotere stenen. We hebben kleine steentjes nodig. Maar deze hebben we dan. En kijk, deze. Ja, is, oh, dat zijn nog kleinere. Jeetje. Moeder natuur nog aan toe. Hè? Huh? Nou, dat is wel mooi dit. Ik vind het schitterend als je dit ziet. Zo, dat je een steen maakt. En dan gaat die baan schuift er net langs. Maar je moet kijken waar het mooist bij staat. Kijk, dat vind ik fantastisch. Want dan lijkt het net alsof die baan die leunt op die stenen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ziet er heel goed uit. Oh, je moet hem eentje naar beneden. Dat zou hij net kunnen halen. Ja, dat zou hij net kunnen halen. Nou, dat haalt hij wel. Een beetje tussen de stenen liggen, hè? De stenen hier. Je moet eigenlijk hier nog wat hogere stenen doen, vind ik. Dan bouw je ze een beetje op de berg, bouw je ze. Dan zou je de stenen op elkaar kunnen bouwen. Dat zou er nog vetter uitzien. Het leukste is als je een beetje een holletje hebt, dat het net lijkt alsof het een halve tunnel is. Dat zou fantastisch zijn, trouwens. Maar dat heb je hier niet echt in bij deze stenen set. Dus je zou eigenlijk een beetje zo'n rots... Ja, je zou zo'n wand moeten maken met zo'n inham. Maar dat hebben we haast niet als stenen. Ik zou eigenlijk een beetje wat in elkaar moeten zetten. Dat ga ik nu proberen. Dan moet het ook niet lelijk gaan uitzien, weet je. Van die grote stenen, die onrealistische stenen, weet je. Want ik zou misschien dadelijk, dat is wel leuk. Als ik nou de bergen een beetje meng met de stenen. Ik denk dat dat wel zou kunnen hoor. Want hier hebben we wel sneeuw en rots. Nou, dat moeten we sowieso niet hebben. En hier hebben we natuurlijk rots. Ik denk dat dit wel een beetje mengt met elkaar. Dus als we dit nou ook een beetje rots kleuren. Ja, het is een beetje een test hoor. Want... Zo. Het allemaal bij de rots, hè, dit. Sowieso de grond mogen ook wel een beetje die kleur maken, denk ik. Het ziet er wel beter uit, denk ik, dit al, hè? En dan zouden we nog een plekje van die rots. Dit zijn andere een beetje rotskleurtjes. Kun je een beetje mengen met elkaar. Zo. En ook de vloer zou je een beetje kunnen mengen nog. Zo. Ah, dit ziet er al leuker uit. Het thema begint al wat meer. Het begint alweer wat meer te worden, denk ik. Wat minder saai dan eerst. Ik sla hem even op weer voordat er weer wat gebeurt. Je weet het nooit bij Rollercoaster. Het is niet zo stabiel programma als jullie denken. Helaas. Dan kunnen we een beetje mijn thema doen erbij. Oh ja joh, dat gaan we gewoon doen. Een beetje mijn thema. Dus ik pak eventjes het mijn thema icoontje. Dat is de tweede met dat cowboyhoedje. En we moeten eigenlijk deze pakken. En dan zou ik even kijken wat we nog erbij kunnen doen. Ik zou sowieso bij de... Hier zou ik bij de thematisatie wat kunnen doen nog. Wat extra's. En de robotschurk. Maar dat, ja, is anders weer. Hè? Een stukje, zo'n boom erbij. Huppakee. En misschien wat TNT. Want hier ga je natuurlijk ook langs iets. Dus hier zou ik ook wel wat van die dingen willen doen. Leuk als het zo in de rot staat. Ook al is het niet de voorkant. Dus de voorkant. Ik denk dat het wel leuk staat zo een beetje. Tipi tent in het midden. Kijk, die indianen die wonen hier natuurlijk. Logisch. Misschien een huifkarretje daar zo. Oké, er staat gewoon een huifkarretje tegen de rots aan hier. Er staat er nog eentje. Zijn ze gewoon aan het overwinteren joh. En ik wilde zo'n windmolen wil ik hier neerzetten zo. Ziet toch hartstikke leuk uit zo. Kijken, wat een thematisatie. Alsof het ervoor gemaakt is, weet je wel. Tipi-tentjes wil ik er ook niet gaan verspreiden. Want tipi-tentjes slapen ze natuurlijk al in. Al die gasten. Kampvuurtjes. Zo, kijken of we hier nog een paar kunnen neerzetten zo. Beetje verspreiden.
TNT wil ik ook nog een paar keer zien hier zo. Is ook wel grappig. En dit is gewoon de standaard object in de game hoor. Dat is niet zo van, vinden ze dit allemaal weer gedownload. Dat kunnen wij weer niet gebruiken. Dat is allemaal bullshit. Jullie kunnen dat keihard gaan gebruiken ook. Wanneer jullie willen. En natuurlijk wat dieren erbij, wat dode dieren erbij leggen. Wat skelettenbotjes. Skelettenbotjes. Lekker dubbel op. Ja, nou ja, plaats gewoon wat skelettenbotjes neer. Een huifkarretje zo. En natuurlijk ook wel paarden neerzetten, want ja, die indianen die zitten natuurlijk ook, paard en wagen zitten natuurlijk ook. Oké, dus dat ook net tegen die rots aan. Dat is wel leuk hoor dit. Die rotsen hebben toch wel toevoegingen op zich. Maar we moeten dat toch nog mooier afwerken nog. Nog mooier, ja, dat moeten we nog mooier afwerken. Ik pak even de sets er weer bij. Alle setten. Daar zal vast wel zeker onze prachtige Canyon set bij zitten. En dan pak ik even van de 03. Moet het even mooi afwerken. Zo. Zo. Draaien. Het loopt een beetje af, zie je dat? Zo, kijk, dat loopt een beetje bergafwaarts. Hier vullen we het ook gewoon op met die stenen. Kijk hoor, je moet hem goed plaatsen. Zo, er steekt gewoon wat stenen uit daar. Zeg, kunnen we zo nog wel even een ritje doen om te kijken hoe het er nu uitziet. Het ziet natuurlijk wel weer wat heel anders uit. Kijk, ik maak de stenen ook een beetje. Zeg dat, ik draai ze ook af en toe om, dat je wat meer variatie krijgt in je stenen. En ik doe ze ook wat onder de grond. En zo zie je maar weer, met één stukje steen kan je gewoon zoveel variatie brengen. Dat is fantastisch. Kijk eens jongens. Ja, fantastisch. Hier durf ik ook even opvullen. Kijken hoe we dat kunnen doen het beste. Zo. Zo, kijk eens. Nou, ik heb dus weer even wat thematisatie met de rotsen gedaan. En zo ziet het er vanaf nu uit. Nou, dat ziet er wel wat beter uit al. Ik wil even eerst een ritje om te kijken hoe het er nu uitziet. Want we hebben natuurlijk een heel andere view gekregen nu. Laten we nog een keer gaan kijken. Die grond moet ik nog een beetje zwart maken, zie ik. TNT is leuk zo. Nou, het ziet er wel heel anders uit al. Dat vind ik al fijn. Kun je niet ergens anders zitten? Gaan we eens even achterin zitten, mensen. Dat is wel leuk. Kijk, ik heb nog eentje naar achter. Zo. Ja. Kijk, een beetje die rotsen zo. Oh, dat is heel raar, hè? Achterin. Heel raar. Even een lekker vaartje, niet te hard en niet te zacht eigenlijk, vind ik zelf persoonlijk. Heel aparte thematisatie toegevoegd, misschien een beetje te simpel, maar we hebben niet te veel tijd om echt indrukwekkende scenes te maken. Maar het is eigenlijk gewoon een losse attractie, hoe we die leuks kunnen thematiseren. Ik vind het wel een hele aparte attractie geworden. Zeker niet heel lelijk, vind ik zelf. Ik vind dit ook heel leuk, zoiets. Lijkt net een treintje zo, hè? Oh, ik kom nog verder naar achter trouwens. Nou, dit is de losse attractie die we hebben gemaakt dit keer. Laat weten in de comments wat je hiervan vond. En of je nog tips hebt om dit misschien nog leuker te maken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En veel plezier nog bij de
ja, de pretparkweek eigenlijk. Doei doeg!